Nou, vanuit de Appeltjesmarkt gaan we weer verder met ons studioprogramma, waar we nog steeds bezig zijn om donateurs te werven voor het Ronald McDonald Fonds. Ramon, jij hebt je vuurdoop hier net gehouden in het, op het Jordaanfestival. Hoe was dat? Ik moet zeggen, het waren veel meer mensen dan we van tevoren afgesproken hadden. Dus het was best wel even. Ja, het gaf een ontzettende kick om voor zoveel mensen te mogen zingen. Ja, en dat Amsterdamse, was dat jouw vuurdoop ook in Amsterdam? Nee, ik heb al een paar keer eerder in Amsterdam opgetreden. Alleen niet voor zo'n publiek, want ze gingen ontzettend mee. Het was meteen feest eigenlijk. Ja. Ja. En zat de tekst er nog een beetje goed in van je nummer? Ja, ik heb van tevoren nog even gespiekt hoor. Ik heb nog even gekeken. Ja. Ik zie dat jij nagels bijt. Is dat ook voor de zenuwen of niet? Nee, juist als ik heel erg ontspannen ben, doe ik dat. Oké. Okay. We zouden het niet over hebben, toch? Nee, maar is dat je enige afwijking of niet? Nee, ik heb zoveel afwijkingen, dat redden we niet in deze show, nee, denk ik. Maar je vriendin kan er voor de rest mee leven? Ik denk het wel, ja. Oké, okay, nou, voor mij was jij ook de terechte winnaar. En de tekst en de boodschap is duidelijk overgekomen. Ja. Je krijgt van mij nog een mooie bos bloemen. Kijk eens aan. En, dankjewel. Ik hoop je nog inderdaad tegen te komen weer met een nieuwe single. Dat zou heel mooi zijn. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Hoi. Okay. Michel, ik ga eventjes naar jou toe. Jij haalt in jouw Ronald McDonald restaurant geld op. Ja, klopt. Op welke manier doe je dat eigenlijk? Wij gaan elke dinsdag gaan wij een aantal McDonald's zaken af. Ja? En een daarvan is dan mijn zaak. En dan legen we de huisjes die de mensen dus vrijwillig als bijdrage in die huisjes gooien. Ja. En ja, hoeveel levert dat eigenlijk op? Nou, we zijn nu met 10 McDonald's zaken doen, we het nu in Amsterdam. En dit jaar hopen we de 100.000 euro te gaan halen met 10 zaken. Ja. Is dat veel? Of, ja, ik vind het ik denk dat het heel veel. Ik heb een wat kleinere zaak, maar in mijn zaak halen we ongeveer 5.000 euro op per jaar. En dat is een behoorlijke donatie, kunnen we daardoor doen natuurlijk. Ja. En kan je mij nog iets vertellen over jouw betrokkenheid uiteindelijk? Want ik heb begrepen dat jij iedere woensdag zeg maar basketballers van en naar de training brengt. Ja. Op de woensdag begint altijd om 11 uur. Dan gaan we naar de Mithielschool naar de Bussum. Dan halen we vast wat jongens op. Dan de Tielschool in Zuidoost. En dan rijden we naar Landsmeer naar de sporthal. Ja. En dan gaan we een uurtje basketballen, anderhalf uur. Iedereen weer thuis brengen. Nou ja, vervolgens ben je dan de hele woensdag lekker bezig. En de jongens zijn perfect helemaal happy. En die hebben een heerlijk uurtje kunnen sporten. Oké. Okay. Adriaan, ik ga eventjes naar jou toe. Jij bent van de Rabobank. En jullie hebben ook een bijdrage geleverd, hè, aan dit sportcentrum. Jazeker. Ja. Ja. En waarom dachten jullie als Rabobank van, we moeten dit doen? Nou ja, kijk, als je een keer Dennis hebt gezien en gehoord, word je al heel enthousiast. Ja. Maar als je de sporters hebt gezien... En die heb je gezien? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is natuurlijk hartverwarmend. Ja. En het centrum zit in Noord. Ik ben directeur van de Rabobank in Noord. Dus ik had zoiets willen gewoon meedoen als Rabobank. En uiteindelijk hebben we een kunstgrasveld tot stand kunnen brengen. En jij hebt het ook al gezien, het sportcentrum? Hoe het er nu is? Ja, ik kom er regelmatig. Ja. En als wij nieuwe medewerkers hebben, rijken we ook altijd even langs. Okay. Ik vind het toch wel heel leuk om het te laten zien. Want dat horen zij ook, zeg maar, te zien, de nieuwe medewerkers. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En heb je nog een bepaalde betrokkenheid vanuit jezelf? Dat je denkt van, nou, dit doe ik heel graag. Ja, nou, wat ik al zei, als je geen sporters hebt gezien sporten, maakt het echt niet uit of je dat op OnlyFans ziet of ergens anders. Dan weet je hoeveel plezier die kinderen daarbij hebben. En toen ik 2 jaar geleden met Onno in aanraking kwam, toen dacht ik van nou, ik ga er echt voor inzetten. Om dat verder te brengen dan een klein gebaar. Het moet echt een groot gebaar worden. En wat me opviel was dat ik binnen de Rabobank Amsterdam en bij de foundation van de Rabobank en Interpolis, overal waren mensen enthousiast. Dus we hebben echt iets moois tot stand kunnen brengen op die manier. En wel mooi dat het uiteindelijk gewoon in Noord komt te staan. Hè? Dat moet jou... Dat deed mij bijzonder veel plezier. Ja. Ja. Hé man, mooi dat je ook bent aangeschoven. Jij bent van Live Fitness en jullie leveren ook een bepaalde bijdrage. Kan je me uitleggen wat die bijdrage precies is? Wij gaan de fitnessruimte van OnlyFans inrichten. We hebben de volledige inrichting ook afgestemd op deze jongens, op deze doelgroep, bij mij natuurlijk. We zijn samen met Dennis en Onno ook speciaal gaan kijken naar welke apparatuur is nog geschikt voor deze doelgroep. En, we hebben daar een hele mooie selectie van gemaakt. Wij gaan dat
in natura sponsoren, zeg maar. Wij gaan de hele ruimte inrichten. We zorgen dat het mooi aangekleed wordt. Dat kinderen daar met elkaar kunnen sporten in groepen. Waarbij ook weer plezier voorop staat natuurlijk. Er zijn heel veel kinderen die misschien een balsport weer niet zo goed aankunnen. Maar die kunnen dan bij ons in de fitnessruimte toch heerlijk sporten en met elkaar plezier maken. Ja. Want heb je de ruimte al gezien? Want het is een hele grote ruimte. Ja, de ruimte is 30 meter lang geloof ik en vrij smal. Dus we hebben ook daar een speciaal ontwerp voor gemaakt natuurlijk. En we hebben ervoor gezorgd dat, dat zeg maar, zo'n circuittraining goed mogelijk is. En dat er ook nog voldoende vrije ruimte is om allerlei oefeningen met ballen en dergelijke te maken. Dat ook dat spelelement, dat fun-element er een beetje in terugkomt. Ja, en kan jij mij ook nog uitleggen of de apparatuur die er neergezet gaat worden... Is dat aangepast, zeg maar, op deze groep mensen? Nou, een aantal toestellen wel. Hè. Er zijn bijvoorbeeld toestellen waar gele knoppen op gemaakt zijn, waardoor ze beter voor kinderen met een visuele handicap zichtbaar zijn. Bepaalde verstellingen zijn makkelijker gemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een lijn die werkt niet met gewicht. Dat is dan een krachtlijn die werkt met elastische banden. En die is ook voor deze doelgroep weer heel goed te gebruiken. Ze hoeft alleen maar een pinnetje in te drukken. Afhankelijk van hoeveel pinnen krijgt ze meer of minder weerstand. En die toestellen zijn zeer toegankelijk. Dus dat is eigenlijk voor deze doelgroep ideaal. Ja. En ik denk dat ze daar heel veel plezier aan gaan beleven. Ja, wat vonden jullie eigenlijk, of wat vinden jullie eigenlijk van dat er eigenlijk zoiets nog helemaal niet is in Nederland? Zo'n sportcentrum. Dat jammer, nu allemaal 2009. Want wat je ziet is dat ze heel vaak sporten op bestaande locaties. En nu wordt er natuurlijk iets gemaakt wat specifiek voor gehandicapten is toegericht. En ik denk dat dat een enorme stap vooruit is. En het is jammer dat het nog niet op meer plek is, maar wel heel goed dat het er nu komt. Ja, en weet jij eigenlijk of die gehandicapte sporters echt met smart erop zitten te wachten dat dit er gaat komen? Ja, sprekend uit ervaring weet ik dat er heel veel echt met smart op zitten te wachten. Dus we moeten nu een beetje daar doen en een beetje daar. We zijn overal maar een beetje met heel veel dank aan de mensen die al die ruimte beschikbaar stellen. Als we namelijk één centrum hebben waarbij mijn basketballers ook andere sporten kunnen gaan doen. Of zwemmen, of op de fitnessapparatuur. Nou, dat is het gigantisch mooi natuurlijk. En hebben ze eigenlijk al door dat het zo'n gigantisch mooi project wordt? Wij rijden er elke week langs. Okay. En dan nu een hoop bomen staan er nu voor als we over de A10 rijden. Maar dan zijn we even een rondje extra om te kijken. Ja. Dus ze weten het, tenminste de basketballers weten het dan wel. En die zijn echt super enthousiast. Ja. Ja. Want er komt ook een heel mooi sportveld, hè, met verlichte lijnen. Ik ben er inderdaad ook, zeg maar, een week geleden geweest. En volgens mij is dat ook helemaal uniek, zeg maar, in... Ja. Kijk, als je nu naar de gewone sporthal gaat, dan heb je al moeite zelf om te kijken. Moet ik naar de rode lijn, de gele lijn, de witte lijn. En het gaat dan oplichten, hè? De vloer gaat dan oplichten voor de specifieke sport die je aan het doen bent. En dat is uniek. Ja. Dat is schitterend, ja. Ja. Ga je er zelf ook nog sporten? Ik zit ook nog in het bestuur. Dus ik heb al gezegd, mogen de bestuursleden ook. Maar het was toch lastig om het voor elkaar te krijgen. En zijn jullie een beetje sportief? Ik denk het wel. Als je bij Life Fitness werkt, dan moet je naast passie voor apparatuur, moet je zeker ook een passie voor sport hebben. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom wij als bedrijf Life Fitness heel graag in dit project deelnemen. Je ziet, Dennis is bij ons op het bedrijf geweest. Al het personeel is gewoon super enthousiast hierover, tot in de Amerika bij ons de directie aan toe. En wij proberen met onze producten mensen zo gezond mogelijk te maken. En deze doelgroep die anders misschien tussen de wal en het schip belandt, die kan nu ook fantastisch sporten met elkaar. Okay. Ze zijn niet meer een buitenbeentje, ze zijn met elkaar. En ze voelen zich, denk ik, daardoor een stuk meer happy. Okay. Nou, komend voorjaar dan moet het helemaal af zijn. Ik dank jullie in ieder geval voor de komst. En wij gaan er heel even uit voor het nieuws en zijn straks weer bij u terug.